De files rond Den Haag moeten eind volgend jaar korter worden door een nieuw computerprogramma van de provincie en de gemeente. Met het nieuwe verkeersmanagementsysteem wordt alle informatie over opstoppingen, botsingen en werk aan de weg direct doorgegeven. De wegen rond Den Haag zijn een van de drukste van Nederland. Dagelijks rijden 45.000 automobilisten de stad in en uit. De uitgeprocedeerde asielzoekers uit een sacramentskerk mogen, als het gaat vriezen, toch de koude kerk verruilen voor de nachtopvang voor daklozen. Staatssecretaris Steven vindt dat de vluchtelingen niet voor de winterregeling in aanmerking komen. Maar volgens burgemeester Van Aartsen heeft hij daar helemaal niets over te zeggen. De herinrichting van de Haagse Markt gaat in 4 fasen gebeuren. Een kwart van de marktkooplieden moet dan tijdelijk zijn kramen verhuizen naar de Herman Kosterstraat. Volgens de gemeente is het hoog tijd om de markt weer aantrekkelijk schoon en veilig te maken, zowel voor de marktkooplui als voor de klanten.